Ja, waar wij nu staan waren ruim 60 parkeerplaatsen en het is nu een heerlijke groene omgeving geworden. Dus dit was een van de laatste stukken die we echt om wilden toveren tot een groene parel. Het nieuw aangelegde Lakenpark werd woensdag officieel geopend door wethouder Ashley North. Het rondje Singelpark kan definitief gelopen worden dankzij de oplevering van het prachtige Lakenpark waar wij nu staan. Maar dat is nog niet helemaal waar, hè? Want er staat hier en daar nog een hek en er moet nog een dam weg. Ja, er zijn inderdaad nog allerlei ambities die we ook hebben met het Singelpark om te verwezenlijken. De dam bij het energiepark willen we inderdaad weghalen, zodat je het rondje Singelpark ook kan varen. En we hebben allemaal nieuwe projecten voor de tweede fase van het Singelpark. Een groene Jan van Oudkade bijvoorbeeld. Maar die eerste fase die is nu rond. En daar geniet ik enorm van, want het maakt de stad heel veel mooier, heel veel groener en nog prettiger leefbaar. Naast ons ligt nog het Katoenpark en daar is de speeltuinvereniging De Doorbraak. En ook die hoort eigenlijk bij het hele nieuwe Lakenpark. En dat is een fantastisch project geworden, want dat is eigenlijk de eerste waterspeeltuin in een historische binnenstad in Nederland. Bij de Maressingel is ook aan de buitenkant is de buitenkant van de Singel al bij het park getrokken, hè? Klopt, bij de Maressingel kan je aan de buitenkant van de Singel lopen. Uiteindelijk is ons toekomstbeeld dat dat overal kan. Dus dat je het Singelpark zowel aan de binnenkant van de Singel kan lopen als aan de buitenkant. Maar dat is niet morgen klaar, dat duurt nog wel een tijdje. En het Singelpark is ook nooit af, daar blijven we aan bouwen. Een bekende Leidse zangeres heeft een speciaal plekje in het Singelpark gekregen. Zeker, zangeres zonder naam. Onze eigen Mary Servaas, hier geboren op deze grond waar we nu staan. En die heeft ook een speciaal eerbetoon gekregen in het park. Want dankzij het Carolus Guldenfonds heeft het park ook de bank zonder naam gekregen. Ook Jeroen Maters was bij de opening aanwezig. Maters stond aan de wieg van het Singelpark. Hey, dit is wel een grote doorbraak hier. De oostkant is straks als de meelfabriek ook zijn tuin opent. Dan is eigenlijk de hele oostkant aan de binnenkant gereed. Maar de hele buitenkant moet nog, behalve de Maressingel. Dus dat is nog een flinke werk. En er zijn nog een paar andere plekken waar we ook stevig aan de slag moeten. De energiecentrale, daar kun je nog niet door. Bij het universiteitsterrein, daar moet nog van alles gebeuren. En dat rondje aan de buitenkant kunnen lopen, is dat nou iets van dat zou leuk zijn als dat ooit ook kan? Of is dat echt wat wel concreter? Nee, dat is een van de belangrijkste onderdelen van het beeldkwaliteitsplan waar we in 2011 mee begonnen. We hadden al vanaf het begin bedacht, het Singelpark is vanaf de binnenzijde gevels tot aan de buitenzijde gevels. Met de Singel als de centrale groen-blauwe ader van het park. Nou, de binnenzijde begint aardig op te schieten gelukkig. En daar maken ook heel veel mensen gebruik van. 700.000 mensen lopen nu jaarlijks een rondje Singelpark. Dat is een groot succes. Maar die hele buitenkant op de Maressingel na moet nog. En bij de Witte Singel en de Zoeterwoudse Singel is dat pad zo aan te leggen. Daar kun je volgend jaar mee klaar zijn, zeg maar.